Hey, Max! Hey, hey, Rick, wat ziet je huisje er weer goed uit, hé? Nou, dankjewel. Ik heb hem net helemaal gepoetst, hé. Ja, het ziet er echt goed uit. Gaat hij ook nog een keer landen, of? Nee, ik moet nog een keer een soort anker maken, dat hij niet wegvliegt. Zeggen, hij gaat steeds omhoog. Ben je niet bang dat je nu wegvliegt, of nee, zo? Nee, nou, het komt nog wel goed. Hé, hey, oh. Ik heb wat leuks. Ja, jij zei dat ik hierheen moest komen. Ja. Ik wil eigenlijk verder gaan met mijn basis, maar je zei dat ik hierheen moest komen. Die basis. Kom eens even naar boven. Ik kom even gezellig naar boven, hé. Met je super deluxe lift dit. Ja. Oh. Kijk nou even wat een lift dit eigenlijk is gewoon, hè? Het is gaaf, hè? Ja, dit is wel even cool. Hé, jongen, knul. Kom mee door de botanische tuinen. Oh, dit gaat het weer naar de botanische tuinen. Ja, dit is hier de planteninstructies. Hoe noem je het nou, zei je? De botanische tuinen. De botanische tuinen. Tuinschepje. Oh, kijk, dit prachtig. Is de Rickettonius polonius. De Rickettonius polonius, ja, mooi plantje. Dat is een bijzondere plant. En de Ralero sombrero. Nee, Ralero sombrero. Oh, Ralero sombrero. Omdat die lijkt op een sombrero. Oh, omdat het op een sombrero lijkt. Oké, maar wat doe ik hier? Nou, kom mee. We gaan even zitten. Kom mee. Ik volg je helemaal prima. Ja, kom maar mee. Kijk. Let niet op mijn decoratie. Ik mis gewoon een goede vriend van waarom mij. Waarom zit ik hier? Nee, praat ik er niet over. Ga even zitten. Max, ga even zitten. Oké, wat een knapper dit. Hè. Ja, wat leuk, is het? Ja, ik heb dus iets leuks voorbereid. Ja. En daarvoor hoeven we eigenlijk helemaal niet hier te zijn. Dus we gaan even naar buiten. Waarom moest ik naar boven komen? Wat is dit trouwens hier? Dat is de gastenkamer. Oh, lekker. Ja, dus maar waarom moest ik naar boven komen als we niet hier moesten zijn? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Kom, we gaan dan weer naar beneden. God. Ja, oké, ik doe de deur achter me dicht. Je had eigenlijk gewoon beneden kunnen blijven. Ja. Ik wou net zeggen, ik stond eigenlijk hier net. Ja, dat had best wel kunnen. Oh, hey Max, kom eens even mee. Ik kom even mee, hé. Wat lekker weer in Coolhut. Het is altijd lekker in Coolhut Veen hier. Ja, dat wel, hè. Ja, dat is heel gezellig. Zo. Ja, Max, kijk, deze ken je natuurlijk wel. Mijn sprookjesboom. Ja, dit is jouw sprookjesboom, dit. Ja, mijn versie van de sprookjesboom. Goed, ik ga even lekker zitten, want hij heeft een leuk verhaaltje voor je. Ik kan zitten, dat kan ik heel goed. Hij heeft een verhaaltje voor me, daar ga ik even beter voor zitten. Dan ga ik hier zitten. Ik kom er even bij zitten. Ja? Even kijken. Oh. Heeft hij een verhaaltje? Oh, hoor je dat? Oh, mijn telefoon gaat. Wacht even hoor. We spelen op Minecraft. Ja, neem mijn telefoon. Wacht even hoor. Je kan ook hier je telefoon opnemen. Ja, wacht even. Nee, maar dit. Nee, maar dit mag ook hier blijven zitten. Maak je geen zorgen. Ja, maar dit. Nee, maar dit. Mijn moeder belt. Doe jij je ding. Doe je ding. Ja, mijn moeder. Ik zeg mijn moeder belt. Kan ik echt even niet opnemen. Zolang je de show maar niet mist. Nee, oké. Goedendag, kindertjes. Welkom allemaal bij mij, de Sprookjesboom. Hallo, Sprookjesboom. Hallo, jongen. Oh, je kan terugpraten. Hoe is het met jou? Ja, het gaat goed. Mooi. Kan je terugpraten? Nee. Oké. Wij beginnen dit sprookje met twee hele grote YouTubers die een fantastisch avontuur gaan beleven. Daar staan ze, die twee YouTubers. En wat zijn ze verbaasd over waar ze zijn. Jeetje, Rick, toen waren we gewoon ineens in een sprookje. Waar zijn we? Jeetje. Ik weet het niet. Ik ben verward. Ik? De sprookjesboom is zo realistisch dat we gewoon daadwerkelijk het sprookje mogen beleven dat we wilden vertellen. Hé. Jij hebt nul aantal doden boven je hoofd. Jij ook. Nul aantal laagstreepje doden heb jij. Oh, jij ook laagstreepje doden. Hey, ik weet al waar dit sprookje over gaat. Waar gaat het over? Dit is een map van een kijker. Dat vind ik helemaal geen leuk sprookje. Ik wil een rood kapje of zo. Dit sprookje is gemaakt door een kijker, Justin. Het gaat regel 1. Niet Justin, in creative. Noem je mij? Dit is heel ongemakkelijk dit. Boom, haal me uit het sprookje nu. Nee, maar ik wil niet meer zijn. Normaal doe ik mappen van een kijker doe ik met Justin. Dus ik ben heel erg wennen dat ik dit met jou doe. Dus okay. Justin, weet je dat staat? Regel 1. Niet in creative spectator mode. Dat is goed. En we mogen geen blokken breken. De maker is Warren en Lander heeft hulp geboden. We resetten de map en ik zou zeggen laten we beginnen. Let's go. Let's go, level 1. Weet je wat het is, dit sprookje? Ja, houten planken. Hout, zei ik dat? Nee, dat staat niet. Oh, zo heet het level, houten planken. Level 1, houten planken. Wat is dit? Wat gaan we doen? Oh, ik zie al wat we gaan doen, Rick. Is het is een droppen. Kijk, jij hebt nu 1 dood en ik 0. Nu sta ik 1-0 voor. Ja, je bedoelt, dat bedoel je. No, ik had er bijna. Denk ik weet het niet. Hey, wel even rustig aan doen, jongen. We gaan om zijn beurt, oké? Okay? We proberen het gewoon om zijn beurt. Oh, ik had hem bijna. Ik had hem echt bijna. Nu is jouw beurt. Oh, thanks. Ah. Hielp het niet? Ja, wacht, ik help hem. Komt-ie. Oh, oké, hij is wat te doen, deze. Hij is wat te doen. Leuk sprookje van de kijker, dit. Nee, maar... Ja, maar ik mag nu nog een keer. Los ik hem al. Oh, ik had hem bijna. Ik ga nog maar een keer proberen. Oké, ik ga nu... Jij bent 4 keer dood gegaan. Oh, 5 keer. Oh, 5 keer, oké.
oh, oh. Het is wel te doen, moet ik zeggen, de eerste level. Ik weet niet wat die sprookjesboom allemaal in petto heeft voor ons. Oh. Maar ik moet zeggen, een dropper is wel... ik vind een dropper altijd wel leuk. Ik had hem bijna, ik landde ernaast. Ik ben nog helemaal niet zo heel ver geweest, joh. Ja, helemaal niet. Maar jij bent ook niet zo heel goed hierin. Ga maar, Rick. Je kan het, jongen. Je bent 7 keer dood gegaan. En nu waarschijnlijk 8. Ja, ja. Dan ga ik ook nog een keer. Nou, op zich, om's de beurt hoeft niet meer. Laten we maar gewoon springen. Laten we gewoon kijken wie hem als eerste haalt, oké? Zo, maar jij bent echt ook heel ver gekomen. Heb je hem al? Nee, ik heb hem. Jij wel, jij hebt hem. Gekomen. Ik zie jou let. Hey, jongen. Kom, je kan het, Rick. Je kan het. Oh, het is ook echt maar eentje. Oh, je bent echt gewoon niet zo heel goed hierin zo te zien. Nee, dat valt. Kom maar. Ja, oké. Okay. Ja, lekker, jongen. Hey, wat hebben we dan hier? Goed gedaan. Dankjewel, Barre. Niet eens een gewoon je gehaald en gewoon goed gedaan. Hey, ik heb jou weggeteleporteerd. Ja, top. Level 1 complete. Ah, dan moeten we nu door naar level 2. Dat is zachte dood. Oh, maar dat vind ik fijn. Dat is beter. Oké, ja, dat klinkt wel goed. Level 2, zachte dood. Oh. Oh, dit... Oké, maar waar is het water? Is de grote vraag dan, hè? Ja, ik spring wel gewoon en ik ga op avontuur. Oh, ik heb het water gezien. Ja, ik heb hem gezien. Ik ga het niet zeggen alleen. Oh. Hij is wel prima te doen, dit. Nee! Oh, nee! Wat? Ik ben... Omdat jij van mij hebt geklikt, ben ik weer terug in het hout. Oh, in het hout opnieuw halen. Ik moet het hout opnieuw doen. Oh, dan haal ik in de tussentijd wel even deze. Ja, oké. Doe jij maar lekker de hout level opnieuw. Dan zou ik wel gewoon even deze proberen te halen in de tussentijd. Terwijl jij het hout level doet. Lukt het, jongen? Nee. Nee? Ik zie het aan je nametag. Ik zie je nametag weten doodgaan. Oh, jij bent al 11 of 21 keer doodgegaan. 22 keer. Ja, ik weet het. Ik noem maar 11. Ah, 23. Dit sprookje gaat leuk eindigen, denk ik. Nee, ik wil het geen... ik ga die boom zo in omkappen. Die boom omkappen. Ja, ik heb hem. Ja, je hebt hem. Okay, goed zo, eindelijk. Jongen. Kom je naar level 2? Ja, ik kom eraan. Dan moet je inderdaad zelf op die knop. Moeten we wel even afstand houden voor. Je bent al naar beneden. Ja, ik sta er al. Is het ook daar het water? Ja, kijk. Je moet door dit kleine gaatje hier in dat witte wol. Dan geef ik je wel een goede tip. Wacht even. In de witte wol. Heb je een klein gat. Nee, dat kleine gat in die witte wol. Veel meer rechts ervan. Ja. Echt tegen de muur aan. Die ja. En dan nu naar voren. Oh dat, ja. Dat had je bijna goed in één keer. Ik snap hem. Misschien kan ik je wegslaan. Oh, wacht even. Ik ga proberen je weg te slaan. Nee. Oh, ja. Dankjewel. Oké, wacht. Kijk jij maar eens. Ik wacht hier. Niet slecht. Hey, level 2 complete. Hoppakee. Gaan we door naar level 3 en dat is... Stone rubble. Level 3. Ik vind helemaal... Oh mijn god. Wat is rubble? Oh, rubble, dit is rubble. Dat is maar dan in het Engels soort van. Oh. Is het niet gewoon echt een heel simpel level dat je gewoon hier... Ik heb hem echt gewoon niet gehaald. Echt heel noob. Hij is echt dan? Heel simpel. Hij zit gewoon daar. Hier, gewoon. Nu oh, Max, waarom? Halen. Nee, gaat hem halen. Echt, oh, het scheelde echt niet veel. Nee, ja, maar dat kon niet. Ja, maar ik kon niet even. Waarom haal ik hem niet? Hij ziet er zo simpel uit. Kan je hem vanaf hier halen? Nee, je moet niet vanaf het begin springen. Dat is zonde van je levens. Hoe is dit level 2? 3? Ik heb hem. Hij is zoveel makkelijker dan die andere. Je bent al 30 keer dood gegaan. Ja, stop. Ga jij maar eerst. Goed zo! Staat erbij. Ja, wacht. Ik wil eerst eigenlijk. Ga jij maar eerst. Oké. En dan zijn we nu aangekomen. Oh, hier. Level 4. Glazed beams. Dat zou een beacon zijn. Oh. Huh? Ik zie het water al. Zie jij het water? Ik geef één kans en dan... Als je het goed hebt, dan krijg je €50 van me. Oh, nee! Oh, dat scheelt zo weinig! Ik was echt even heel bang. Oh. Ik was serieus echt even heel bang. Ik had bijna €50. Ik heb €50 voor jou. Oké. Nee, grapje. Knip hem maar uit, Sebast. Knip dat hem maar uit, dat doen. Knip hem maar niet uit, Bas. Ja. Nee, ik zei het zelf. Bij jou had ik het oprecht gegeven, maar ik zei het zelf. Bij jou, dus dat gaan we niet doen. Dat is heel makkelijk. Als ik dit hou, krijg ik €50 van je. Oh. Je het wel halen. Als ik dit hou, krijg ik €50 van je. Oké. Als je het nu haalt, dan krijg ik nog een keer €50 van je. Yay! €100 verdiend! Let's go! Wat staat er nu weer? Knap. Knap hoor, jongen, van jou. Knap, dankjewel. Echt knap dit. Nou, hoppakee. Hoppakee, level 4 complete. Wat hebben we nog meer? Fine mine. Level 5. Hey, je moet even rustig aan doen, anders is de video veel te kort. Ja. Ik moet wel zeggen, gaan dus we proberen heel het even. Snel. Oké, is goed. Oh mijn god, dit is oprecht heel vervelend. Oh mijn god. Wacht, wat? Oh, die is moeilijk. Die is inderdaad heel moeilijk. Oh, daar kom je niet voorbij. Wacht, dan moet je een beetje in een boog zoals dit gaan. Maar waar zit het water dan? Dit doet me flashbacks denken aan een oude map. Die we al eens eerder gedaan hebben. Ik zie ook het water moet niet. Zo. En dan in volle vaart die god! Ja, het water zit gewoon op de grond.
Ik weet niet of dat helpt. Oh ja, ik zie hem. Ik was echt best wel in de buurt, moet ik zeggen. Huh? Ben jij al voorbij die... Ik ben al op de onderkant geweest. Oh, weer. Oh. Hoe dan? Hoe dan? Wat doe jij anders? Ja, je moet gewoon echt gewoon wel een beetje goed zijn, eigenlijk. Oh ja, daardoor ga ik de fout natuurlijk weer in. Hè? Oh. Gewoon niet echt heel goed. Doe jij ook met je A-toets of alleen vooruit? Ik doe ook een beetje met mijn A-toets. Ja, ook een beetje met je A-toets. Ah, ik voel hem nu al, denk ik. Deze gaat wel heel eventjes duren voordat we deze halen, denk ik. Dat denk ik ook wel. Oh. Maar ik moet meer naar het midden, moet ik. Oh, ik landde ernaast. Oh ja, ik zag het. Oh. En jij ook volgens mij, hè? Ja, ik zat ook vrij in de buurt. Jij zat ook vrij in de buurt. ik ging zelf de mist in omdat ik jou recht voor mijn neus dood zag gaan. Hij is best moeilijk deze, moet ik zeggen. Ja, deze is wel een beetje... Oh, Finn nee! Enig! We hadden allebei bijna. Oké. Okay. Oh, ik heb wel een beetje een tactiek voor mezelf. Je moet springen en dan gewoon die kant op duiken. Ah, nee! Mijn lijk landde er bijna in, denk ik. Oh, nee. Ga ik weer. Maar je moet even coördineren waar dat water zit. Ja, dat is dus ook irritant. Ik ben er al meerdere keren langs gegaan, maar dan daarna... duurt, zeg maar, heb je te weinig tijd om na te denken om in dat water te landen. Ja, dat. Oh, maar je moet terug voor het water. Je moet heen, terug, heen. Yep, dat is het helemaal naar. Heel vervelend. Nee, op het randje! Oh! Nee, weer op het randje. Twee keer achter elkaar. Oké, drie keer is scheepsrecht. Kom op. Ja, drie keer was scheepsrecht. Let's go! Nice! Oh, wat ben ik blij. Oh, dat meen je niet. Oh, mijn god. Drie keer was inderdaad scheepsrecht gewoon. Oké, nu jij, Rick. Kom op, je kan het. Ik ga hier staan. Trots op jou. Oh, nee. Oh, jammer. Kom op, je moet het doen voordat je 100 keer dood bent gegaan. Dus je hebt nog 4 kansen. Ja, ik kom op, hè. Nee, als we wachten wel tot je... Oh! Oh! Nee. Oh. Je landt de hele tijd te ver, dus je moet dat wat eerder al naar links springen. Zeg maar van het platform al wat verder naar links. Want je landt de hele tijd, zeg maar, niet eens in de verte. Ja, maar... Nevermind. Je hebt het ontkracht. Ik heb nog... Oh, dat was mijn kans. Jij bent 100 keer dood gegaan. Nu! Oh. Oh. Nee! Oh, zo jammer, zo dichtbij. Kom op, jongen. Oh, kom mijn op, jongen. Drie keer de scheef zijn. We hebben nu 2 keer achter elkaar naast geland. Nee, dat was niet... nee. Dat is niet je beste poging. Ja. Nee! Net dat ene blokje speling elke keer. Oh. Ja! Ja! 5! Ja! Nummer 5! Let's go! Nice! Goeie, toeje! Nou, er staat ook let's go hier. Let's go! Oké, ga maar weer eerst. Oké. Zo, level 5 complete. Oké, level 5 was nog even moeilijk, hè? Die was taai, hoor. Een beetje moeite mee. Wat hebben we hier nu? Light fight. Light fight. Nou, daar gaan we dan. Oh, deze... ziet er echt heel makkelijk uit. Deze ziet er echt... Dit was hem. Oh. Hoe ga jij even goed dood? Ja, dat wil ik even... Hoe was dit moeilijk? Hoezo is deze na dat andere level? Wat is dit nou weer? Hoe dan? Ik heb het gehaald. Hoezo komt deze erna? Deze is zoveel makkelijk. Oh, nee. Oh. Nee, ik moet hem opnieuw halen. Ja, dat is echt heel moeilijk. Finish, je hebt de map voltooid. No way dat dit het is. Oh. Dit was het ook gewoon. Dat was letterlijk het laatste level. Abonneer op Walnut, proficiat, let's go! Abonneer op Walnut! Jij bent 123 keer dood gegaan. Ik 74. Maakt samen precies 200, Rick. Dat is niet waar, ik kan niet tellen. Ja! 200! Wow, Sebastian, en het ineens een heel raar, wazig effect. We gaan denk ik terug naar de sprookjesboom. Wow, wat is dit, joh? Wow. En zo hebben de jongens hun dropperavontuur volledig voltooid en... zijn ze weer terug in het prachtige Content Veen. Leuk verhaal, Sprookjesboom, maar was alleen een beetje kort. Ja, sorry. De volgende keer verhaaltjes? De volgende keer meer. Ja? Ja. Beloofd? Tot ziens. Tot ziens, Sprookjesboom. Hey! Rick! Hey. Hallo! Ja, ik was dus aan het bellen. En ik hoorde, het half een beetje. Kijk, zeg maar die telefoon naar mijn ene oor en ik hoorde zo een beetje op de achtergrond. Maar hij zei iets over... 100 nog wat keer dood. Jij was 123 keer dood. Jij was niet altijd goed, zei de Sprookjesboom. Nee, maar hij zit er 100 naast. Volgens mij was het gewoon 23, maar... Nee. De Sprookjesboom staat expliciet dat jij niet heel goed was in Nee, die boom, joh, hij moet nog een keer zoiets zeggen. En anders gaat de hakbel er gewoon in, hè. De boom klonk wel een beetje als jij. Weet je zeker niet dat jij gewoon achter de boom... Nee, ik was even aan het bellen. Jij was echt aan het bellen, ook. Ja, ik had zakelijk... Hey, maar jij wilde mij hierheen brengen. Waarom? Want dit is neem ik aan niet waarom je me hier wilde hebben. Je wilde gewoon even... dit tussendoor doen, toch? Ja, nee, zeker. Dit was echt even gewoon tussendoor.
Ja, wat wilde je doen? Ja. Ik wil Justin pranken. Kom, we gaan. Justin is niet online. Oh, ik word weer even gebeld, hé. Nee! Was dit het serieus? Gewoon die boom? Misschien. Oh mijn god, Rick. Ik ga verder. Ik ga weg. Ik ga terug naar mijn basis. Oh, doei! Oké. Doei, jongen. Hey, doei. Was het leuk, hè? Het was gezellig. Ik zal binnenkort wel vragen of hij meer sprookjes heeft. Ja, kom maar met betere sprookjes. Als je meer sprookjes voor me hebt, dan wil ik best wel terug naar je sprookjesboom af en toe, oké? Oké. Maar moet het wel leukere sprookjes worden? Ja, nee. 100%. Oké. Echt leuk. Groetjes aan je moeder. Ja, jij groeten aan dat varken. Nee, maar je was niet met je moeder aan het bellen. Ja, dus groetjes aan je moeder. Ja, dat klopt. Groetjes van Rick. Dat is niet... Ja. Oké. Doei! Dag! Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze korte, maar hele leuke video. Vond je het nou zo'n leuke video? Klik dan zeker even op deze video. Dit is namelijk ook een map van de kijker, samen met Justin. En die is veel leuker dan Rick. Sorry Rick. Maar in ieder geval, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Appel in de peer. Dat is de outro van Makkers. Biba, boep, boep.